Beenham uit de oven met sinaasappel. Rasp de oranje schil van een schoon geboende sinaasappel en pers de vrucht uit. Snij het steeltje van een rode peper en verwijder de zaadlijsten. Snij het vruchtvlees fijn. Neem de beenham van zo'n 600 gram uit de aluminium schaal. Meng in de schaal het sinaasappelrasp en sap met de rode peper, 100 gram bruine basterdsuiker en een eetlepel koolzaadolie totdat de suiker is opgelost. Leg de ham terug in de schaal en wentel hem door de marinade. Dek af met aluminiumfolie en laat hem 2 uur in de koelkast marineren. Keer halverwege. Verwarm de oven tijdig voor op 175 graden. Bak de ham in het midden van de oven in circa 55 minuten gaar. Keer halverwege. Bedruip regelmatig met de marinade. Neem hem uit de oven en dek af of verpak in aluminiumfolie. Laat 5 minuten rusten. Snijd de ham in dunne plakken en serveer. Tip: lekker met aardappelpuree en boontjes. Zo maak je beenham uit de oven met sinaasappel.